Joey. Ja. Het is weer tijd. Yeah. Voor de kerstadventkalender. Open hey. Met de kerstrank. Yay. Oh. Nou, die heb ik. Wat ben jij? Oh, je vloog eraf. Nou, geweldig. Hey. Nee, nou. We hebben nog een paar cadeautjes te openen. En ik heb straks ook nog een paar gewoon van die kreets daar zo in de flat die ik ga openen. Oeh, de Let's in Creative moet ik sowieso openen. Ik heb 10.000 XP, Joey. Waar ben je nou? Oh, daar. Ik heb 10.000 XP. Dat is voor een gewone speler best veel, vind ik. Ja, heel veel, ja. Daan Holland bijvoorbeeld. Daar heb ik het idee dat hij iets van miljoen heeft. Maar ik weet het niet eigenlijk. Is hij er? Nee, is er niet. Nou, dat denk ik niet. Nee. Nou, we gaan in ieder geval eventjes openen. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Want ik heb natuurlijk al... Oh my god, ik heb echt gewoon heel veel nog niet geopend. Vanaf de 9e al niet. De laatste die kan ik niet openen, want deze video komt op de 31e online. Het is nou de 22e. Maar ik kan me beter vroeg beginnen en het leuk editen dan dat je op het laatste moment even gehaast alles doet, hè? Klopt. En dan is het ook nog een verrassing voor degene die het op 31 december nog niet hebben gezien, zeg maar. Om het alsnog te openen. Maar Joey, dit is eigenlijk zo de oudejaarsuitzending. Want het is natuurlijk oudjaarsdag officieel gezien. Vandaar als die online komt. Ja, officieel wel, ja. Officieel wel. Dus we doen nu net alsof het oudjaar is, oké? Okay? Ja, is goed. Is Joey, goed. Heb je al oliebollen gegeten? Nee. Nee, ik ook nog niet. Ik moet ze nog halen, want ze zijn nog niet gebakken officieel. Dit werkt niet, Joey. Nee, precies. Dat gaat niet werken. Nee, dat gaat niet werken. We gaan jullie niet voor de gek houden. Het is vandaag gewoon nog steeds de 22e. Het is nog niet eens kerst. Maar ik wil jullie wel eventjes de kistjes laten zien. Of de cadeautjes die ik allemaal heb gekregen. Ga krijgen. De rest dat ga ik zelf pas lekker openen. Als jullie wel willen dat jullie het nog kunnen zien, zeg maar in de video, moet je het zeggen. Dan neem ik het gewoon alsnog op. Ik doe het sowieso. Maar als jullie hem niet online willen zien, dan hoor ik dat wel... Nou ja, ja. We zien het wel, hè Joe? Duidelijk, ja. Ja, helemaal duidelijk. Oké, okay, nou, dan gaan we de eerste openen. Dat is van 9 december. Wow. En het is... Oh, survival coins! Komt goed uit. Ik had laatst iemand die wou survival coins hebben. Nou, hey, nu heb ik er weer 100. Nou, ja, precies. Kan ik die weer blij maken. De 10e. Zo. Het is... Wow, wat? Wow! 750 Lobby XP! Yay! Dat is een economic crate, toch? Economic, ja. Ja. Dat klopt. Oh, maar dat nou. Komt goed uit. Ik kan niet zo heel veel openen, want ja, je hebt maar een limiet erop zitten van, van die anderen. Maar we gaan zoveel mogelijk openen en er komt misschien sowieso één keer per twee weken zo'n soort video. En ik weet dat jullie dat leuk vinden, want jullie kijken en liken. Yay! Yay! Oké, goede informatie. 11e! 11e is... Wow, wat ik zag allemaal stands. Oké, 11 december. En het wordt... 15.000... Acid coins. Ja, is het nou acid of acid? Ik zeg acid, want... Ik zeg altijd acid, maar... Gewoon omdat ik acid kijk, de YouTuber. Oh. Nou ja, laat even in de reactie weten hoe jullie het uitspreken. Ik schrijf echt gewoon dan letterlijk acid. Gewoon A-S-S-I-E. S-E-S-S-I-T. Zo spreek ik het uit, maar hoe spreken jullie het uit? Laat het weten. Oké, we gaan naar de 12e van de 12e. Oeh, wat zal dat nou weer zijn? Ik weet echt niet wat er allemaal in zit. Trouwens, die piek is ook mooi. Wow, wat? Twee lucky charts. Hey, een poppetje. Oh my god. Was dat mijn topje of was dat een rotjoch die er bovenop lag? Dat is een rotje, een rotjoch. Maar het was wel mijn topje, hè? Ja, klopt, ja. Ja, kun je dat echt wel zeker weten? Lucky shards, ja. Ja, maar die zijn ook in Citycraft. Zijn er ook lucky shards? Volgens mij wel. Het zijn toch red coins of zoiets? Oh, nou, ik weet het ook niet meer. Nou, in ieder geval kan ik daar... Oh, dat kunnen we misschien straks nog wel even doen als ik ze heb. Dan kunnen we nog even twee tasjes openen in mijn topje. Ja, dat is een goed plan. Want er moeten nog leuke dingen in zitten, zeggen ze. Dus we zullen dat straks even zien. Even kijken, dan gaan we naar de 13e. Dat is...
twee lobby levels. Jee. Nou, ik moet straks nog even inloggen, maar dan heb ik het 73. Nice. Ik ga even sneller door die dingen heen, want anders wordt het een hele lange oudjaarsuitzending. Ja. En jullie hebben het hartstikke druk vandaag al. Allemaal vuurwerk zelf afsteken natuurlijk. Gele chatkleur, maar die heb ik laatst ook al gewonnen. Oh, die andere. Maar maakt niet uit. Ja. Nou is de tijd weer verlengd. Op, hè? Ja, en de datum is al verlengd, dus dat is wel leuk. Ik gebruik hem alleen niet, maar hij is wel leuk. Oké, wat zit hierin? Het is 4 beloningen op Castle Defense. Nou, dan moeten we daar ook eens een keertje even een crates openen. Dat doen we precies. Nu niet. We gaan straks alleen in Metopia even die charts gebruiken. En we gaan hier straks in de lobby even wat nog economic en dat soort dingen openen. Een Empire crate op Open Kingdom. Oeh. We gaan gewoon eens een keer overal crates openen. Dat lijkt me leuk. Gewoon allemaal games die we niet gebruiken, gaan we gewoon crates openen. Oké, de 17e. De mooiste getal. En dat is... Oh. Oh, zag je het? Ja, kerst-emote. Ja, maar... hier. Ik had hem al. Kerstboom. Ja, maar... Die zat al bij het pakket toen we hem kochten. Nou. Potverdorie, nou. Wat is dit nou? Lekker dan. Nou, dat is dan een faal. Dan hebben we 2zelfde emotes. Oké. We gaan naar de volgende. En dat moet een leuke ding wezen, denk ik. Het A2O. Doe even... Hallo? Is dat in mijn beeld? Oké, wat zit er allemaal in? 1DD create the battle. Nee, gast. Hé! Hey! Nou, ik wil niet zien wat erin zit. Dat is van vandaag waarschijnlijk. Oké. We gaan nu de 19e openen. Oké, je hebt niet gezien wat erin zit, hè, Joey? Nee. Oké, want ik wil het ook niet weten. Wow! Daar is het lobby XP. Wow. Nice. Oké, de 20e. Er kwam even iemand tussendoor eventjes te openen. Ik snap het heel goed, want het is leuk om te openen. Weer survival coins. Daar kan die jongen heel blij mee worden. Lex heet hij, geloof ik. De 21e. Ik hoop dat er nog een paar lobby XP's bij zitten eigenlijk. Normal lobby crate. Nou, nice. Nou, die moeten we sowieso openen straks. Maar dat vind ik wel gaaf. Hey, ga open. Waarom wil hij niet open? Oh, daar is hij. Oké, nou komt hij van vandaag. En de rest ga ik in een andere video... Huh? Oh nee, ik had die van vandaag al gedaan. Oh my god. Of niet? Huh, doet hij... Wacht even. Kist wil niet meer open. Wil die bij jou open? Nee, maar ik heb geen Xmas rank. Nee, maar is die op of zo? Hij wil niet meer open. Of moet even naar een andere lobby. Ja, maar of... Of ik heb de 22e al gedaan, maar dat ik dat niet door... Nee, dan moet ik het toch kunnen zien. Ik snap het niet. Jij? Ik ook niet. Kom lobby 1. Probeer dat eens. We zijn toch lobby 1? Nee, we zitten 2 blijkbaar. Oh, ik dacht dat we lobby 1 zaten. Dat dacht ik ook. Ik ook. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nee, ik kan niet meer openen. Oké, nou ja, dan niet. Joey, als je naar de andere crates gaat, dan ga ik daar ook even openen. Ja, is goed. Zo, nou, dan gaan we nu eerst een legend doen, want ik ben heel nieuwsgierig wat erin zit. Oké, en het is... Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Oh. Oh. Nee. Nee, dat speel ik ook echt heel veel. Niet eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. We kunnen daar nog wel eens wat een keer doen. Kan ik nog één doen? Nee, natuurlijk kan ik geen één doen. Oké, nu gaan we naar de economic. Want kunnen we 1 van doen of 2? Weet ik niet meer. 2, denk ik. Kijken. Wow, 76 level. Dus ik heb eigenlijk nog... Ik krijg er nog uit 2, hè? Oh nee, ik heb al gereloggd zeker. Hoeveel heb ik erbij gekregen? 5. Ik had... 2, 7. Ik had er 71. En dan kreeg ik daar hoeveel lobby points? 2. Dan mis ik 1. Dat heb ik nog niet gereloggen waarschijnlijk. Nee. Oké, we gaan kijken of we nog 1 kunnen openen. Ja, nog 1. Oh, level 85! Kijk. Woep, woep. Lekker. Woep, woep. Oké, we gaan nu de norm... Volgens mij kunnen we niet... Nee, hé. Hey. God. Moet dat nu? Nee, we kunnen niet nog 1 komen. Ik ga normal crate openen.
Ja. Oké, okay, wat zit erin? Dit is die van de uit de dinges. Oh, gewoon 500 erbij nice. Gekregen. Gewoon teruggehaald. Nee, oh. Want ik had hem al gratis. Ja. Oké, okay, nog een keer. Hé hey, joh, wat zit erin? Ik kan het niet zien. Wat zat erin? Hij heeft niet geopend. Waarom heeft hij niet geopend? Huh? Oh, nu gaat hij openen. 300 XP. 300. Oh man, wat irritant is dit, zeg. Yep. Oké, okay, nog eentje. Weer Ayanne, hè? Weer in opname. Ja. Hij wil elke keer niet openen. Oeh, lekkertje. Zo heb ik ergens nog eentje kan ik openen. Nice. Oké, okay, hoeveel kan ik er nog openen? Kijk, oh, wat al geopend. Oké, okay, nog eentje. En er zit in. Wow, weer! Nog een. Yes, 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 yes. Doe even normaal. Oh, kap eens. Heb opnames. Noeps. Oké. Okay. Wow, level 92. Lekker. Oké, okay, kan ik nog eentje openen of niet? Wat denk je? Denk het wel. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Nee! Nee. Oh. Nee. Oké, okay, nu gaan we naar Mytopia, want ik ga nu eventjes van die tasjes kopen. Ja, is goed. Want, zoals jullie hebben gezien, ik heb Lucky Charts gewonnen. En die staan nu... Oh, ik kan net niet nog eentje kopen. Nou ja, jammer joh. Lucky Charts staan... even kijken, ik kan... Joey, blijf staan, want in je haar bij kan ik gemeente, duidelijk toch? Zien... Blijf staan! Kijk, in zijn haar zie je Lucky... Nee, naar beneden kijken. Iets naar beneden. Ja, zo. Zie je Lucky Charms 2,7 staan. Dus, ik kan... Ik heb nog niet alles erbij gekregen, Joey. Echt niet? Nee, nog niet. Wacht, ik ga nog even reloggen. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, okay, ik krijg ze er waarschijnlijk nog bij. Nu nog niet, dus dat komt wel. En we gaan sowieso een keertje... Als jullie het leuk vinden, ga ik eens een keertje zorgen dat ik meer Lucky Charms heb. Zodat we ook meer van die tasjes kunnen openen. En die tasjes die zie je bij de gemeente. Er staat zo'n vending machine. En dan, kijk. Nee, ja, je ziet hem wel. Ik heb altijd een beetje lag hier bij de gemeente. Leuk hè, die gemeentes. Oké, okay, hier is hij, Joey. Ja. Dit is hem. Zit er wat leuks in? Zie je het al zitten? Huh? Nee, ik zie niet echt iets eigenlijk. Nee, ik ook niet, maar we doen net alsof we iets zien. Kijk, dat tasje wil ik kopen. Yo, wow. Ik ga ja, dat tasje hebben. Ik ga hem kopen. En hij is gekocht. Voilà, dankjewel. Ik heb een tasje en ga nog eentje doen. Er kan ook een goldcoin of een auto in zitten, hoorde ik laatst, hè? Wow, zo. Dus ik ga nog eentje openen. Dat tasje dat ik, die ik daar nu in zitten wil ik ook hebben. En we hebben hem. We gaan naar... Waar gaan we het openen? Joey? Ja? Waar gaan we het openen? Tuurlijk. Waar? Hier gewoon toch. Kan. Ik heb eigenlijk zo'n dikke spoiler gegeven. Wat? Ik heb echt een dikke spoiler net gegeven. En als de mensen op hebben gelet, dan hebben ze het kunnen zien. Oeh. Ik stond net ergens in een gebouw. Ja. Maar dan horen jullie in het nieuwe jaar meer over of volg me op Twitter, dan wist je het al meteen. Maar oké, okay, we gaan het openen. We gaan het hier gewoon lekker openen. Ik heb twee tasjes. En de eerste zit in. Oh, ik vind die heel mooi. Kijk, die mag je hebben. Oh, ik ben nog een Dennekamp. Die is echt vet mooi. Pik. Doe eens aan. Oh. Vet gaaf, die kleur. Ja, is wel die vet. Heb ik gekregen, dubbel. En Unique Nappa leggings. Nee, mag je hebben, Joey. Wow! Okay. Bijna een pinguïn die het jatte. Die mag je hebben. Kerstcadeautje voor mij. Thanks. En dan heb ik even kijken, die laat ik jou zien. Deze legging nog bijgekregen. En nog een keer dezelfde boots. Nice. En dan gaan we nu kijken wat in dit tasje zit. Het zal ook kleding wezen. Oh, ik heb nou net die Lucky Charts erbij gekregen. Ik heb er weer twee. Nice. Nou, ik kan zo nog twee tasjes kopen. Oké, okay, we gaan de tasjes openen. Deze. Oeh. Heel mooi. Oeh. Zou ik ze... Ik,
Heb ik ze aangedaan? Ik heb ze aangedaan, die boots. En die kleding ook. Ik heb alles aangedaan. Ja. Leuk. Ik heb... ik laat het even jou zien. Ik heb een wit helmpje of een zilverachtig helmpje. Een donker... Ja, het is een beetje bruinig zilver. En... Ja. Hele leuke kleur. Paarse boots. Nice. En wat zullen we doen? Zullen we die volgende twee voor volgende aflevering bewaren? Of zullen we die nu openen? Ja. Lekker voor de volgende bewaren. Lekkere drukte bij jou op de achtergrond. Het is oudjaarsdag. We weten dat het dan druk kan zijn. Nee, het is eigenlijk nog geen oudjaarsdag. Maar het klinkt wel een beetje zo. Roep eens keihard oliebol. Nee. Toe. Bluf. Wie kan het? Zeg oliebol. Zeg oliebol, Joey. Joey, als je het niet doet... dan ben je ontslagen. Oh, shit, weer een spoiler. Nou, hey, ik spreek jullie allemaal nog. Hele goede jaarwisseling. En let op al jullie vingers. Ga niet met illegaal vuurwerk kloten. Want dan nou, kloot je ook letterlijk met je leven. Hé, hey, Joey? Yep. En Joey durft niet te praten, want hij heeft achtergrondgeluid. Log. Hey, maar Joey, wil je nog wat zeggen? Je mag het ook typen. Iets voor de kijkers voor gelukkig nieuwjaar te wensen of zo. Ja, doei. Doei. Oh, je krijgt een cadeautje of zo? Oh. Wow! Joey, ik krijg gewoon een cadeautje. Nice. Play. Je bent in de oud en nieuw uitzending. Wil je wat melden nog? Ja, dat sowieso. Bedoelde meer een gelukkig... nieuwjaarwens. Oké, ik ga iets doen. Joey, wat eigenlijk niet mag. Bye. Ik ga iets doen, Joey. Dat is niet mag. Ik hoop niet dat de politie me ziet. Kijk hoe mooi die is. Gelukkig nieuwjaar, alvast. Lek hier. Hey, gelukkig nieuwjaar. Doei, iedereen. Doei. Tot volgend jaar. Klinkt heel ver weg. Tot volgend jaar. Klinkt heel ver weg. Ja. Kom, we gaan weer. Doei. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat.